iedereen zwaaien en ouders? Altijd fijn dat de rector even naar ons zwaait. Nou, wat een enthousiasme. Oké, zitten en gaan op vast. Full pool. Daar, Stefan, nou. Hallo. Oké, klaar? Wat zei je, Lucas? Krijg je er pluspunten voor? Ja. Heel goed. Nee, dat was goed opgemerkt. Nee. Waiting bite. Ja hoor. Oh, ja, dankjewel, Merel. Maisveld, Duitsland in de verte met het Rijndal en een aantal kinderstemmetjes die we nu tevoorschijn gaan laten komen. Schrikt u niet. Hey, daar komen de eerste twee. Ik wil even een goed gesprek met jou. Was het leuk, Lara? Die man
blaadjes prikken in je ogen. Ach, wat vervelend. Heb je eten voor vanavond meegenomen, Jeroen? Pas. We gingen mais eten. Vergeten, sorry. Oh, nou, jammer. Prachtig, dames, maar we gaan nu een nachtspel doen. Oké, first girl. You can start investigating. Am I the second girl? Moet ik de derde dan? Nee, ik ben vier. Oké, use two hands. You can feel his face. You're standing towards his back now. Can I... No. Okay. The next three girls can start searching and finding out who the boy is in front of them as well. Yeah, that's a smart move. Okay, next three, start searching. I'm going to tap your head. You're going to say who's standing in front of you. Bas. Is that correct? Yeah. Very well. 1 point for the girls. Yeah. Who's standing in front of you? Joop. Joop? Yeah. Yeah, well done. Oh, waar ik echt allemaal voelen? Who's standing in front of you? Jam! Jam! Who's standing in front of you? David. Yeah. Very well done. Who's standing in front of you? Jannes? Yes, 5 points for the girls. In front of you. Wrong. In front of you. Leonard, yes. 6 out of 7. In front of you. Who did you say? David. Is it David? Look into the camera. No, it's not David. Okay, who's in front of you? Hoe gaat het met de hoofdredactie? Prima. Hebben jullie al stukken binnen? Nee, jawel. Jesse hebben een stuk binnen en iedereen heeft bijna zijn klad af. We hebben die van mij. Ik heb het klad al afgezien. Ja, maar die. Nu wel, zit je lekker. Zo, ga ze? Ja. Ik dacht dat het een nieuwe oude. Is het tijd voor deze? Nee, ik moet hier. Ja, alleen je mag ergens wat meten. Ja, maar waar zie jij niet? Lucas, voor blond van jij doet dat ik nog nooit vrienden. Nee, kom niet bij. Oké, dit jaar niet. Het woord baby. Max, wat ben je hier aan het doen? Ik heb of jullie? Sportkranten maken. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4. En laat ze maar. Wie gaat de bal? En deze bal? En deze bal? En deze bal? Oké, deze bal. Ja, dat deed ik. En deze bal? En deze bal? De rest is gewoon heel lief aan het spelen in een prachtig zonovergoten bos. Ja, niet iedereen was even lief. Ja, meneer Pardovic. Het gaat dus over een vrouw die heet Tjitjera. Die heeft een klein winkeltje.
En het belangrijkste wat ze verkoopt is Chichita. Señora Chichera, vende me Chichita. Señora Chichera, vende me Chichita. Si no tiene chita, cualquiera cosita y la palomita. Nou, nu, dit is het ritme, dus dan kun je het tweede zinnetje kun je zo mee zingen. 1, 2, 3. Señora Chichera, Chichita. Señora Chichera. Ook een traditioneel Spaans-Mexicaans nummer. Nou, daar heeft hij ook de wereld top mee bereikt. Een heel simpel nummer ook. Parabéns la bamba, wat betekent dat? Bamba, bamba. Maar Nick, moet er gewoon nog eens overheen, man. Ja, zij hebben niks gedaan, wij hebben het helemaal zelf gedaan. Wij mogen niks doen. Nee. En wel, jullie al. Nee, en Arno ging de hele tijd doordenken bij alles wat er gezegd werd. En ze sloegen kas helemaal in elkaar. Dat is niet waar. Alleen zij. Alleen zij. Ah, nee. Maar jij ging bij hem opschatten. Ja, omdat ik Arno ook nodig had, omdat ik iets moest hebben. Dat ik kreeg niet. Oh, schattig. Ze heeft alles gefilmd, hè? Rianne heeft een tijdje voor mij op keyboard gezeten. Het leukste van Wolkenland is natuurlijk dat je ook een buitenlands uitstapje kunt maken. We staan hier bij grenspaal 696 en de klas is goed voorbereid op de aanval van eventuele Duitsers. Hoe gaan we het land verdedigen, jongens? Zingen. Door je mond niet te zingen. Nou, doe eens dan. Vader, land, getrouwe, en ik ook in
Dit klopt niet, jongens. Oké, dit was prut. Nog een keer. We hebben het één keer voorgezegd nu. Het is toch wel heel erg dat jullie dat niet gewoon kunnen, maar goed. Elian, ben je ook in beeld? Hey, zit half in de bosjes daar verstopt. Elian, we gaan even op jou inzoomen. Dan gaan we beginnen. Wilhelmus. Heel goed, Ashley. Nou, applaus voor jullie zelf. Echt heel erg onder de indruk. Wow. Hoe laat is het, Aisha? Weet ik niet, maar ik kon een maskertje afwassen. Het is over 12. Nee. Ja. Ja. En wat moeten de dames nog doen voor de gevoelige huid? Over 12, wat is het beste wat je kan doen voor je huid? Een maskertje. Nee, een lange nachtrust. Jullie zijn al 4 dagen heel weinig aan het slapen. En wat doen jullie? Niet slapen. Over 12, maskertje. De meisjes zijn naar de jongens overgelopen. De jongens hebben pogingen gedaan naar de meisjes over te lopen. Dus we gaan nu voor het ontbijt even lekker opwarmen om de dag extra vroeg te beginnen. Noord naar rechts. Blijft moeilijk. Dat op mijn oude dag. Dus, gaan we doen. Het meeste komt langer te kijken of jullie een haakje ook hebben. Recht die rug. Oh, ik kan haar. Recht die rug. Duwen. Rekenaar op zakken. Ja. Meedoen Iris, kom op. De tafel gedekt. Snel inhaken. Niet omvallen, Hilal. Wat heb je net ontbeten, Ruben? Boterham met chocopasta. Maakt het niet met chocopasta? Te veel. Maar er liggen nog 2 boterhammen, moet niet op. Pak die. Ik ben opeens zo verhongerd. Moeten jullie niet nog groeien? Waarom ben ik altijd zo verhongerd? Dat heb je veel praatjes 's ochtends, Bo. Ja? Hoe komt dat? Ben je zo uitgeslapen? Heb je zo goed geslapen? Nee? Nee. Nou, dan kan je misschien later nog wat over vertellen. Zie wel, wordt wel leuk. Ja. Heb je lekker geslapen? Heerlijk. Ja? Ja. Uren. Nou, dat valt niet weg. Oké. En heb je ook lekker ontbeten? Half uurtje? Ja, wel langer hoor. Heb je ook lekker ontbeten? Heerlijk. Maar je lust geen korsten zo te zien. Jawel, maar ik was niet klaar. Oh, oké. Ja, heel goed. Wat hoorde ik nou over de jongens? Je moest om 7 uur al wat schrijven. Je kreeg al les in het leslokaal. 8 uur. 8 uur stap weg voor meneer Admiraal. Maar voor meneer Admiraal voelde het blijkbaar als 7 uur. Strafwerk. Strafwerk? Het was toch les? Je kreeg les. Moest heel vaak volschrijven samen. En is het een leuk verhaal geworden? Was het een goede nacht? Spannend verhaal. Ondertussen heeft hij de richtvergrijzenis. Het enige woord dat ik een beetje instaat is slapen. Slapen. Ja. Dat kon je schrijven. Ja. Ja. Oké. Hoeveel jaar word je, Jamie? 13. Dit is algemeen. Je hebt een hele boom eruit gerukt. Zo. Waar het om gaat in eerste instantie, dat deze boom
Die staat daar. Die twee daar dicht bij elkaar, dat is de Douglas. En de Douglas komt vanuit Noordwest-Amerika. Douglas. Je hebt er ook zwang. Die is hier naartoe gebracht omdat die bomen heel hard groeien. En heel goed te gebruiken zijn toentertijd in de mijnen. En ja, wat dat betreft, omdat ze zo snel groeien ten opzichte van Nederlandse bomen, zal ik maar zeggen. Als eiken en beuken, die groeien niet zo heel hard. Dan moet je daar vervangers voor hebben. En deze zijn gewoon met 60 jaar zijn ze kaprijp. Andere, wat gaat er? Ja, ik ben even zien. Wow! Heb je bijna op mijn hoofd? Yes! Hoe heet jij? Shedda. En Shedda de verschrikkelijke? Ja. Dan nog een keer Shedda. De verschrikkelijke sterke, toch? Of niet? Ja. Ja, hè? Nee, ik ben niet de sterkste, hoor. Nee? Doe er eens een oerkracht bij. Michelle, wat heb je daar? Take. Even inzoomen, ja? Waar zit die? Wow, wacht even. Ik wist niet dat je huisdieren had. Maar Take is gewoon ook nog goed. Nee. Hij zuigt zich uiteindelijk vol met bloed, hè? Echt? Oh, ik wil niet dan weten. Wat? Het is een kleintje. Een kleine Take voor een klein meisje. En jij bent niet van mij, hoor. Hoe zijn dan? Nee, hoor. Maar jongens, smaakt het allemaal? Ik hoor niks en ik film. Beetje enthousiasme? Ja! Ook al heb ik niks geproefd. Wat eet je dan, Novel? Ik was bezig met de vrouwen helpen. Nee, jullie moeten reetjes kijken. Reetjes kijken, ja. Nee, dat is andere reetjes. Drinken wij een potje bier, daar komt haast een haasje aan, klopt daar op een deurtje. Hertje, hertje, help me toch, anders schiet de jager nog. Haasje, haasje, kom maar hier, drinken wij een potje bier. Ik vind de Pepper al Otten. Iemand heeft Bloemendaal. Hij is de Waster. Cohen, ik heb Cohen. Oxen. Ja, weet ik. Familie Espanol. Heb ik al een beetje gekozen? Thank you.
Hij kwam uiteindelijk in de winkel terecht. En toen werd hij gekocht door de jager.
De jager nam me mee naar huis om arme kleine diertjes mee te mishandelen. Toen op een dag een man langsliep en iets vreemds hoorde, belde hij de politie. De politie keek en trof grijpte iemand. Applaus! Voor jou, Amber. Wow, lief! Wat lief! Maar de grote verrassing is ook dat hij ook voor Michelle is. Thank you.
fly. It didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I've got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. Zo, klaar voor vertrek. Iedereen zijn tassen in de bus gooien. En dan zit er weer een week op. Been awakened.